En die man was John Bosman. Voor de zoveelste keer kwam hij vanmiddag het veld op als profvoetballer. Als nummer laatst vandaag met nummer 9. Daar komt hij aangerend onder in beeld. John Bosman, sieraad voor de voetbalsport. Zijn laatste wedstrijd voor AZ in de Alkmaarder Hout. Hij debuteerde in november 83 in het betaalde voetbal bij Ajax. Daarna speelde hij voor KV Mechelen, PSV, Anderlecht, FC Twente en als laatste club dus AZ. Hij stopt als voetballer. Speelde tot nu toe, scoorde tot nu toe 249 keer. Hij ging op jacht naar nummer 250. Dit is een begin van de wedstrijd, maar het zat er dus niet in. Toen. Maar niet lang daarna. Het is in de vijfde minuut van de wedstrijd. Dit is Van Galen. Dit is Huiberts. En daar is John Bosman. Met doelpunt nummer 250 als profvoetballer. Een geweldig moment voor John Bosman en voor zijn supporters. Perez, mooi dat hij dat shirt draagt met die pijl die wijst richting Bosman. Was dat genoeg? Nee, want nog een keer John Bosman. Het hakje van Perez, Van Galen en prachtig, ja, typisch John Bosman doelpunt. Hij is 37 nu. Doelpunt nummer 251 als prof. Het is John Bosmans laatste doelpunt in het betaalde voetbal. Een paar minuten in de tweede helft. Dan krijgt hij zijn publiekswissel. Het is een emotioneel moment voor een geweldige voetballer. Hij gaat kort op de schouders van zijn teamgenoten. Er is een korte toespraak van voorzitter Scheringa. En oud-bondscoach Linus Michels reikt hem een tikje voorbarig ingelijst AZ-shirt in 251. Dus, maar deze is ook erg mooi. Dit is de dochter van John Bosman. Zijn invaller in de wedstrijd, want die gaat wel door, is Robin Nelissen. En die maakt in de 52e minuut 3-0. 11 minuten na die treffer. Weer een aanval van AZ. Weer met Nelissen. En Nelissen denkt, zo ligt de bal lekker. En hij schiet fantastisch binnen. 4-0 voor AZ. Waarmee het nog niet gedaan is. 11 minuten daarna geen buitenspel voor Robin Nelissen. Alleen op de doelman af. Verrukkelijk via de onderkant lat. Een onvervalste hattrick. 5-0. Dat is de eindstand in deze wedstrijd. En na afloop een ereronde van John Bosman. Bloemen voor deze topsportman. En het is voorbij, zijn carrière als profvoetballer. Hij speelde zo goed, ook vanmiddag weer. Waarom stopt hij eigenlijk?